Duvin de Boursin. Prachtig poëtisch, hè? Nu even de achtergrond wegdenken en de muziek ook. Wat blijft? Juist, een verrukkelijk Frans kaasje met een heel eigen smaak. En het is de smaak die u koopt. Boursin met knoflook en fijne kruiden. Boursin. Een Citroën GS kan niet alleen vooruit en achteruit. Hij kan ook omhoog en omlaag. Dankzij zijn hydropneumatische vering. Zeg eens, die rommel op de weg. Is die van u? De Citroën GS veert hydropneumatisch. De Unox Soepmobiel trekt door Nederland. Aan boord de nieuwe, beter gevulde erwtensoep. En Nederland proeft. Nou, ik vind het echt de soep zoals je moet zijn. Volgens mij blijft de lepel er echt op in staan. Worteltjes en prei en selder en worst en vlees. Er zit meer in als anders dat de worst verzalig is. Prima, prima, prima. Heel Nederland zal roepen, dat zijn pas volle soepen. Je vindt je draai als het draaiorgel speelt. Zo'n pyramid dat geen mens ooit verveelt. Maar waar het om draait, je raakt nooit van de wijs. Met zo'n zachte jongen voor een zachte prijs. Van Ettenveld! Hout, dat is mooi. Maar in ons land van mist en regen moet je hout goed beschermen. Daarom werk ik met Ceta Beverbijts. Dat is makkelijk. Ceta Beverbijts houdt hout langer mooi. Een belangrijk deel van mijn werk in deze maanden is geheimen bewaren. Ik ben avondconsulente. Hey, hallo. Cadeautjes kopen is niet zo makkelijk als je de kinderen mee moet nemen. Daarom breng ik de cadeauideetjes bij u thuis. Oh ja, dat vindt ze vast prachtig. Avond, oh, als een schenk zo mooi. Denk je niet dat papa dit leuk zal vinden? Avon, ook als geschenk zo mooi. Rema, verrassing van de maand. Breien voor de winter? Voor zuiver scheerwol naar de Hema. Alle soorten, alle modekleuren. Zoals Noorse natuurwol en ruig gesponnen schapenwol voor de grote breimode. En al die leuke breimodellen, die vindt u in het nieuwe HEMA Super Breiboek. Bol of streng van 100 gram, nu tijdelijk 5 gulden. Alleen in de HEMA. Gewone rijst is vaak klef en klonterig. Maar dit is mijn rijst, Uncle Ben's. Die kleeft nooit. Mijn speciale bewerking concentreert voedingswaarde en smaak in de korrel. Dan worden schil en kleeflaag verwijderd, zodat iedere korrel droog is. Daarom lukt Uncle Ben's altijd. Uncle Ben's rijst kleeft nooit. Kijk, wat is dat nu? Iets nieuws en heet smeltjuur. Dat ga ik eens proberen. Vleesjuur in een pakje, nieuw uit de Blue Band keuken. Smeltjuur smelten in de pan, doe er 2 keer zoveel water bij. Dat ziet er goed uit. Smeltjuur. En je hebt gewoon een lekkere jus. Met smeltjuur.